Goedemiddag en welkom. Het is alweer tijd voor de volgende wedstrijd. Morgenavond om 20:30 in Sint-Truiden. We gaan erop vooruitblikken met de coach. Graag jullie vragen. Goedemiddag, Hein. Goedemiddag. Ben je er al uit of het opportun is om Sven te laten spelen op het kunstgras daar in Sint-Truiden? Dat gaan we zien, hè. Ik zou niet weten waarom niet. Zijn er andere jongens die misschien onzeker zijn, niet fit zijn voor morgen? Of? Ja, ik kan dus eens afwachten. Dus ja, dat gaan we morgen zien. Het is allemaal kort dag natuurlijk. Voor de rest lijkt iedereen dat wel best oké verteerd te hebben. Maar dan nog is het afwegen natuurlijk met frisheid en zo meer. Matje volgen elkaar snel op. Dus daar moet een beetje rekening mee houden. Maar in het verleden viel dat best wel mee. Dus dat zal nu wellicht ook wel lukken. Tarek de Sedali scoorde vorig weekend zijn 19e doelpunt al van dit seizoen. Hoe kijk je eigenlijk naar dat aantal hen? In principe een mooi getal. Anderzijds, ja, daar had misschien wel meer ingezeten ook dit seizoen. Ja, daar zit altijd meer in. Hè. Ik denk dat iedereen altijd wat beter kan doen. Maar oké, Tarek is telkens aan terug zijn niveau aan het terugvinden. Met assists, met doelpunten. En daarom staat hij ook op het veld. Hè. Als spits is het belangrijk dat je betrokken bent in acties die tot iets leiden. Hè. Je moet zorgen voor gevaar. Ofwel moet je zelf scoren, ofwel moet je andere scoringsmogelijkheden aanbieden. Dus dat loopt de laatste weken alsmaar beter. Laten we hopen dat hij dat kan doortrekken en dat nog beter wordt. Hè. Als je naar play-off 1 kijkt en je ziet een ploeg als Genk bijvoorbeeld een fantastische start nemen, denk je dan soms ook van ja, dat hadden wij ook kunnen zijn of kunnen doen? Dat heeft weinig zin om daar nu over na te denken. Hè. Ik heb daar al heel mijn verhaal over gedaan in januari, februari, denk ik. Hè. Wij hadden daar uiteraard kunnen zijn en misschien zelfs een stuk hoger dan waar dat zij uiteindelijk begonnen zijn. Maar het heeft geen zin om daar nog een keer hetzelfde verhaal over te doen. Hè. Vind je eigenlijk van die puntenhalvering dat bijvoorbeeld een ploeg als Genk en Club Brugge na 4 speeldagen weer plots kunnen meedoen voor? We zijn 15 jaar in de play-offs, dus we zijn 15 jaar ver. Als men vindt dat dat had moeten veranderen, had men dat veranderen. Het enige dat ik gewoon onbegrijpelijk vind, is dat men dan plotseling een play-off 3 organiseert doordat er geen puntendeling is. Dat is onverklaarbaar. Oftewel hou je dat voor iedereen. 1, 2 en 3. Oftewel zeg je, oké, voor iedereen behouden we de punten. Dus ja, je kan daarvoor zijn, je kan daar tegen zijn. Dat heeft alle twee zijn voor- en zijn nadelen. Maar nu, ja, er zijn er altijd die dan erover beginnen als zij natuurlijk in een slechte situatie geraken. Ja. Ik vind dat het nu al 15 jaar zo is, dus men moet er niet over gaan zeuren. Of anders had men het al lang moeten veranderen. Hè. Zo simpel is het. Er zijn al zoveel vernieuwde gesprekken en overleg geweest en nieuwe bevindingen gekomen. Uiteindelijk heeft men het nog nooit veranderd, dus blijkbaar zijn er niet voldoende die ervan overtuigd zijn dat anders zou moeten mogen. Maar het feit dat je nu plotseling voor de eerste keer terug een play-off 3 organiseert en dat je daar dan zegt, we gaan daar niet halveren, dat lijkt mij compleet tegen alle logica in. Hè. Schrik wellicht om... Schrik om te zeggen, oké, dit is te veel impact voor te degraderen. Als we daar punten afpakken, maar ja, dan gaat dat ook op voor degenen die eerst eindigen in de reguliere competitie. Hè. Dus dat is voor mij dat is het enige waar ik iets over te zeggen heb. Al de rest, het is gewoon zo, dus dat weet je. Goedemiddag, Hein. Om toch nog even terug te komen op het thema van je defensie. Indien Ismael niet fit zou raken, is het voor jou dan een optie om bijvoorbeeld Mokyo te laten starten? Mitrovic is nu goed ingevallen. Hè. Heeft maar ja, Jordan is ook geschorst. Dus. Ja, ik weet het. Ja. We hebben verschillende opties. Dus we zullen zien dat we het gaan oplossen. We kunnen ook met 4 spelen. Hè. Dat was mijn... 4 is vuur, hè. In het West-Vlaams. Maar dan toch met 4 man achterin. En, hè. Zonder al te veel vonken dan. Maar is dat dan inderdaad een valabele optie voor jou om daarom te gaan switchen naar een 4-mans defensie? Dat zou kunnen. Ja.
Ook dat afhankelijk van de ondergrond, of maakt dat wel niet? Goh ja, dus, dat is iets... Allee, ja, men mag daarover zeggen dat je wil, maar toch wel iets dat je moet ergens rekening mee houden. Hè. Want het is anders. Hè. Vooraleer dat meneer Duchatelet weer in zijn pen kruipt. Het is gewoon anders. Hè. Je kunt niet zeggen dat het niet anders is. Daar kan je niet naast kijken nu. Ik herinner mij dat de laatste wedstrijden die we daar gespeeld hebben, dat vooral de Sint-Truiden-spelers waren die na de match tegen ons klaagden over het kunstgrasveld. Hè. Niet wij. Hè. Dus, dat zegt al veel meer. Hè. Ze spelen er vaak op. Dus wat dat betreft, ja, het is anders. En voor sommige spelers is dat... Is dat een groter probleem dan voor anderen? Je hebt spelers die daar graag op spelen. Je hebt spelers die daar absoluut problemen mee hebben. Dus daar moet je wel een klein beetje mee in je hoofd zitten en misschien rekening mee houden. Hoe kijk jij eigenlijk naar de situatie rond Jordi Mokyo? Want ja, het lijkt wel lang aan te slepen voordat hij zijn eerste profcontract bij de Ik hoef daar niet naar te kijken. Hè. Ik ben trainer, dus ik ben blij dat hij bij mij zit en dat hij... Dat we iedere dag hem bezig kunnen zien, zijn kwaliteiten zien en hem zien groeien en bijleren, dat is voor mij het belangrijkste. Al de rest is werk voor anderen, hè. Niet voor mij. Hè. Ik ben er niet in betrokken. Bij Fofana was ik er wel in betrokken. Bij deze willen ze alles alleen doen, dus geen probleem. Dat ze maar doen. Hè. Begrijp je dat ze jou daar nu niet in betrekken? Want jij ziet hem wel elke dag aan het werk. Dan zou je toch kunnen... Hier zijn veel dingen niet te begrijpen, Stefan. Maar ik ga er niet over beginnen, want ik zou nog een paar uur kunnen verder doen. We hebben wel even zeggen, maar ik bedoelde dan vooral... Jij kent hem door en door ook stilaan, als je elke dag met hem werkt. Vraagt hij dan bijvoorbeeld ook aan jou raad bijvoorbeeld van... Ja, uiteraard. Ik heb er met hem al over gesproken. Hè. Ik heb hem met de stage eigenlijk volledig overtuigd om hier te blijven en bij te tekenen. Maar oké, dan zijn er natuurlijk onderhandelingen met de familie, met andere mensen, maar waar ik niet bij betrokken ben. Dus daar moeten ze tot een overeenkomst komen. Hè. Heb je al zicht op je toekomst hier bij Gent? Dat geeft al een richting aan, hè, Richard. Mijn toekomst hier bij Gent. Dus we zullen wel zien, hè. We zullen wel zien wat er gaat gebeuren. Is het al gepraat geweest? Wat weet u? Is het al gepraat geweest? We hebben een paar keer gepraat, ja. In het verleden. Nieuwe technisch directeur, bijvoorbeeld. Oeh. Komt er een technisch directeur? Voilà, dat was het. Dank u. Tot morgen.